Nou Erwin, gisteren was de eerste wedstrijd, nu de tweede wedstrijd. Eindelijk aan de bak. Hoe voelt dat? Ja, dat is lekker natuurlijk. Ik bedoel, gisteren waren we ons vaak nog niet aan de bak geweest. En dan is het lekker dat je vandaag aan de bak kunt. En ik denk ook nog wel voor een mooi sfeertje. Aardig wat Nederlands publiek. En dat is leuk om daarvoor te spelen. Toch was het nog niet echt een beste wedstrijd. Nee, in het begin was het nog zoeken. We waren allemaal nog niet echt heel zuiver. Op zich en ook nog een paar paasfoutjes. De balletjes kwamen niet heel lekker aan bij iedereen. En we waren ook nog veel ballen in één keer kwijt. Zeg maar. Die stuiten gewoon niet lekker. En dan maakt het zelf wel moeilijk. Maar je ziet dat we de tweede helft een goede pot hebben neergezet. En dat moest de eerste helft ook gewoon zo zijn. Maar ja, je begint net zoals gisteren toch niet heel scherp. Maar is het dan van nu hoeft het nog niet? We moeten later er staan? Nee, ik denk niet dat het nu nog niet moet. Want je moet er nu ook staan. Ik bedoel, je wilt nu ook zoveel mogelijk goeds laten zien met je vak en met je team. En dan moet je er gewoon vanaf minuut 1 staan. Dus dat is niet zo dat je nu niet scherp hoeft te zijn. Nee, het toernooi is begonnen, dus je moet nu scherp zijn.